Brittens lijkt tegenwoordig wel twee modellijnen te kennen. Die rode doosjes, nou, die zijn wat grofstoffelijker, zeg maar, echt om mee te kunnen spelen. De meeste wel wat mooie details. En ze hebben tegenwoordig dit soort best wel luxe doosjes eigenlijk. Valt mij in één keer op. Ik heb hier in dit geval een model van de John Deere 6195. Of ze dit speciaal voor John Deere doen, weet ik niet zeker. Hoor. Maar het gaat in dit geval even om de details. 1,32 model dus. Een standaard maat. Met toch wel heel erg veel details dat je erin kunt zien. Van spiegels, verlichting, zwaailampen, trappetje, tank erbij. En voorop hier een frontgewicht. Dus je bent niet in staat om machines erop te koppelen. Maar is er gewoon een standaard frontgewichtje op. Wat mij ook wel weer opvalt is dat Brittens wel eens last heeft dat, ja, wat je hier kunt zien. Om mee te spelen zit er soms een keer wat speling op. Ik weet niet hoe dat komt. Er zit wel een verschil in. Kijken we achterop. Nou, ik laat hem er even in zitten, want hij is toch wel heel erg goed vastgemaakt. Achterop zit hier een standaard trekhaakje. Waarmee je dus ook andere machines van Brittens, maar ook van Siku kunt aankoppelen. Dat is allemaal universeel gemaakt. Het model is wel voor een groot deel van metaal gemaakt. Het is, wat voor de uitstraling goed is. En dat betekent ook dat hij in de basis wel lekker robuust is om veel mee te kunnen spelen. Maar als vitrinekastmodel misstaat hij eigenlijk ook niet hoor. Dat kan ook heel goed uiteindelijk in je verzamelen terecht. Als je verzamelaar bent van Lambo-trekkers of in dit geval van John Deere. Ook dit model is weer verkrijgbaar bij Tim's speelgoedbedrijf. Klik op de link voor meer informatie.